In deze Renault Live aflevering ga ik langs bij Jan Willem. Hij maakt met zijn bedrijf Game On nieuwe producten van oude gymtoestellen. Ik ben benieuwd hoe hij dat voor elkaar krijgt. Nou, heel erg leuk dat ik hier mag zijn vandaag. Kun je iets meer over jezelf vertellen en wat Game On voor een bedrijf is? Ja, ik ben Jan Willem, oprichter van Game On. Game On maakt van sport- en spelmateriaal nieuwe producten. Denk bijvoorbeeld aan allerlei fashionable objects zoals tassen van oude turnmatjes. Dat is eigenlijk een hele bijzondere toepassing om van oud gymmateriaal iets nieuws te maken. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Game On komt eigenlijk voort uit de Sport for Children Foundation. Dat is een stichting die oud sport- en spelmateriaal bij Nederlandse scholen ophaalt. Door de budgetten in Nederland gaan scholen vaak over tot algehele vervanging van de inboedel. En dat maakt dat er ook een hele hoop materialen die misschien met een kleine reparatie nog wel even mee kunnen, weggegooid worden. En dat is eigenlijk zonde als we weten dat zo ontzettend veel kinderen daar nog heel blij mee kunnen zijn in gebieden waar helemaal niets voor handen is. Ja, want iets wat je eigenlijk je niet beseft is dat van het gebruikte materiaal hier ergens anders kinderen heel erg blij van kunnen worden. Daar begint alles mee. En iedereen helpt eigenlijk, van de ambassadeurs Epke Zonderland en Sanne en Lieke Wevers, tot aan allerlei kleine particulieren hier in de buurt die af en toe wat sponsoren. Dat is eigenlijk een enorm nobel streven. Hoe wordt er gereageerd op de producten van Game On? Heel goed. We hebben dit een beetje schoorvoetend geprobeerd. En nu staat het ongeveer een half jaar als een echt zelfstandig tassenmerk. We hebben een hele nieuwe doelgroep, ook buiten de sportwereld, gevonden. En iedereen is net zo laaiend als wij. Heb je dit allemaal zelf bedacht? Met een hele grote groep vrijwilligers. We hebben een ontwerpersduo, Kiki en Joost, hier uit de regio. Die maken stoeltjes en andere meubeltjes. We maken tassen in de sociale werkplaats. En het aardige is, alles wat we verkopen komt uiteindelijk samen met donaties en giften van particulieren en het bedrijfsleven helemaal ten goede om Sport for Children draaiende te houden. En dan hebben we eigenlijk de cirkel helemaal rondgemaakt. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe jullie de spullen maken. Zullen we eens een kijkje nemen in de werkplaats? Dat kan. Goed, laten we dat doen. Nou Jan Willem, waar zijn we nou precies? We zijn nu in de werkplaats waar de tassen van Game On worden gemaakt. Dat vinden we erg leuk omdat een aantal mensen hier afstand tot de arbeidsmarkt heeft. En op die manier kunnen we een klein beetje bijdragen aan dat de tassen worden gemaakt met een goed doel. Dus eigenlijk het productieproces bij jullie dient ook een goed doel? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Daardoor kunnen een paar mensen in ieder geval uit de omgeving in een leuk, normaal arbeidsproces blijven. Nou zijn jullie op een hele verantwoorde manier bezig. Dat is eigenlijk best wel iets om trots op te zijn. Waar ben je nou zelf het meeste trots op? Nou, ik krijg wel echt een kick als ik denk aan 200.000 kinderen dat die inmiddels op ons oude sportmateriaal uit Nederland een hele nieuwe sportcarrière aan het starten zijn. En als je dan hoort dat zelfs gymleraren worden aangenomen op de scholen in het buitenland, dan weet je dat de trein rijdt en dat die blijft rijden. Nou, dat zijn eigenlijk bijna wel 5 voetbalstadions vol. Dat is natuurlijk enorm veel. Ja, dat is dus wel iets waar we een kick van krijgen. Hoe zie jij nou de toekomst van Game On? Ik denk dat als die webshop nou zo goed ontvangen wordt en blijft ontvangen worden, dan moeten we daarmee kunnen groeien. En dan kan de Sport for Children meer zekerheid krijgen, meer bestaanszekerheid. En dan kan de verkoop groeien. Nou, ik wil jou enorm bedanken. En ik vind het fantastisch wat jullie doen. En ik wens jullie heel veel succes de komende jaren. Dankjewel. Wat een geweldige instelling van Game On. Om kinderen in ontwikkelingslanden sportmaterialen aan te bieden. En dat doen ze door te herstellen en te recyclen. Daar zouden we allemaal wat van kunnen leren. Over 2 weken is de 100ste aflevering online. En om dat te vieren gaan we langs bij oude bekenden van Renault Live. Wil je dat niet missen? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van Renault TV. En like deze video. Tot kijk!